Hallo allemaal. In paragraaf 1 heb ik het gehad over alpha, beta en gamma straling en dat dat kon ontstaan bij het verval van atoomkernen. Maar niet alle atoomkernen vervallen. Sommige die blijven gewoon hetzelfde zoals ze zijn en die zenden dus geen alpha, beta en gamma straling uit en zijn dus niet radioactief. En sommige doen dat wel. En we gaan in deze paragraaf kijken naar een aantal van die verval. Vergelijkingen eigenlijk, dus hoe een atoom vervalt in iets anders. En daar gaan we flink gebruik maken van het BINAS. Maar eerst moeten we goed afspreken over hoe we atomen noteren precies. Want daar kunnen we heel veel informatie uithalen. En je ziet hier bovenaan een aantal BINAS tabellen staan die we veel zullen gebruiken. Dus 7B, 35A, NB en 99. 99 ken je, dat is het periodiek systeem. Dus heb je vaker gezien bij scheikunde natuurlijk. En nou, de notatie die we gebruiken, misschien al eerder gezien, is de volgende. Met een groot symbool, wat meestal bestaat uit één of twee letters. De eerste is altijd een hoofdletter, als er een tweede letter is, klein. En dat is eigenlijk de afkorting van de elementnaam. Dan linksboven hebben we het massagetal, A. Dat is eigenlijk dus hoeveel dat atoom weegt, soort van. En linksonder het atoomnummer Z. En dat is eigenlijk hoeveel protonen er in de kern zitten. En dat bepaalt eigenlijk de scheikundige eigenschappen. Maar we gaan het hier niet over scheikunde hebben, dat is een ander vak. We gaan het hier over natuurkunde hebben. En dan maakt het wel uit hoeveel die Z is, vanwege de lading. Maar je wil ook iets van de massa weten. En die twee samen, die kunnen eigenlijk bepalen ja, wat er gebeurt met een atoom, of het vervalt of niet. Maar als je dan in een atoomkern gaat kijken, want eromheen zitten dus die elektronen. In die atoomkern zitten protonen en neutronen bij elkaar. Nou, neutronen, neutrale knikkertjes, zeg maar, dat is niet zo'n probleem. Maar protonen, die dus allemaal positief geladen zijn, die stoten elkaar af. Dus het is best wel apart dat die toch bij elkaar kunnen zitten in een kern. Want je zou zeggen, als je die bij elkaar brengt, die stoten elkaar af. Dat klopt. Als je twee magneten bij elkaar wil duwen, dan merk je ook dat ze met dezelfde polen, dat ze elkaar afstoten. Alleen als je genoeg spierkracht hebt, kun je ze wel tegen elkaar aanhouden. Dus als je een sterkere kracht hebt, dan lukt het wel. Nou, in een atoomkern is dat ook zo. Dus je hebt daar de elektromagnetische afstoting tussen die protonen. Maar je hebt er een sterkere kracht. En die wordt ja, de sterke kernkracht genoemd. Dat is een voor de hand liggende naam misschien. Maar die is sterker. Dat als je deeltjes bij elkaar maakt, dan willen ze toch bij elkaar zitten. Ondanks dat ze qua lading elkaar willen afstoten. Dus zo kun je een atoomkern maken met behulp van de sterke kernkracht. Kun je al die protonen en neutronen bij elkaar stoppen. En als je dan gaat kijken naar de massa van zo'n kern, dan kun je in feite gewoon alle protonen en neutronen tellen. En ongeveer komt het dan neer op nou ja, hoeveel je daarvan hebt, keer wat ze noemen de atomaire massa-eenheid. Deze eenheid is niet exact de massa van een proton of een neutron, daarvoor moet je in tabel 7 kijken, van BINAS. Maar dit is een handige maat voor massa's in een atoomkern, want je snapt dat dat heel weinig is. Hier staat 1,66 × 10 min 27, dus dat is echt heel klein. En noemen we 1 U. Ja, dat is één massa-eenheid in atoomkernen. Nou, als je dan gaat kijken naar de atoomkern, die bestaat dus uit protonen en neutronen. Als ik dan zie van ja, Z dat is het aantal protonen dat in de kern zit. En A is het aantal massadeeltjes dat in de kern zit. En een proton en een neutron wegen ongeveer evenveel. Kun je ook vinden in tabel 7 trouwens. Ongeveer evenveel. Ja, dan snap je dat het aantal neutronen, dat is en dat is dus de massa min het aantal protonen. Dus heb ik, weet ik veel, 50 deeltjes in de kern, een massa van 50 U ongeveer. En zitten daar bijvoorbeeld 24 protonen in. Ja, 50 met 24, dan heb ik dus 26 neutronen erin. Dus het aantal neutronen hoef je niet speciaal hier te noemen. Dat kun je in feite afleiden uit die twee getallen samen. Je kan kernen hebben die dus meer of minder neutronen hebben, die dus wel evenveel protonen hebben. Dus als ik nou die 24 protonen neem, dan kan ik er 26 neutronen bij doen, of misschien 27 of 28, of misschien 23. En dat kan stabiel zijn of instabiel, maar dan kan ik dus een atoomkern hebben met hetzelfde aantal protonen. Dat is dus hetzelfde element, voor scheikundigen is dat belangrijk, hetzelfde element, maar een andere massa. En dat betekent dat je een isotoop hebt. Een isotoop betekent hetzelfde aantal protonen in de kern, maar een andere massa. En die andere massa kun je dus krijgen door de hoeveelheid neutronen te veranderen. Dat noem je isotopen. Het zijn dus allemaal dezelfde, zijn atoomkernen van hetzelfde element met verschillende massa's. En sommige daarvan zijn stabiel,
die blijven gewoon zoals ze zijn. En andere zijn instabiel, die veranderen. En die zenden dan alfa, beta of gammastraling uit. Daar ga ik het in de tweede video trouwens over hebben. Als we nou gaan kijken naar die elementen, dan gebruik je daarbij ook veel tabel 99, het periodiek systeem. Hier even één zo'n vakje uit het periodiek systeem. Dit is voor ijzer, element 26. Je ziet hier 55,85, dat is de gemiddelde atoommassa. Want er zijn dus meerdere stabiele vormen van ijzer. En als je daar het gemiddelde massa van neemt, dan kom je uit op is dat bijna 56. Er staat dan de naam van het element in het Nederlands onder, de afkorting. En hier, dat is natuurlijk dus het atoomnummer, dus dat betekent 26 protonen in de kern. En als dit precies 56 zou zijn, dan snap je, oh ja, dan nog 30 deeltjes erbij. En dat zijn die 30 neutronen. Er staat hier linksonder en rechtsboven ook nog wat, dat gebruiken we niet, dus daar ga ik het nu even nieuw voor hebben. Als we nou even gaan kijken naar tabel 25, een specifiek eerste van 25a, daar staan alle isotopen van alle elementen. Alle isotopen. Er staat een heleboel bij, we gaan het daar ook al over hebben. Maar als we nou eens even gaan kijken in die tabel, bijvoorbeeld, dus bij 25a pak hem er even bij, zet de video even op pauze en dan druk hem er even bij. Bijvoorbeeld bij neon, dat is element 10, daar kun je zien, daar staat een regeltje. Bij element 10, dan staat er neon. En dan staat er bijvoorbeeld 20 tot en 24 staan er allemaal. Nee, 24 niet trouwens. Deze staan er allemaal. Dat betekent, dit is het massagetal, dit is het aantal protonen, dat ik dus hier, die eerste, dat gaat over een neonatoom met 10 protonen, 20 massadeeltjes, dus ook nog 10 neutronen. Dit is met 11 neutronen, 12 neutronen, 14 neutronen, bovenop die 10 protonen. Ja? Nou, we kunnen dit dus noteren als volgt, bijvoorbeeld deze. Dat zou je dus nu kunnen noteren als 24, 10, neon. Ja, dus de 24 gaat over de massa, de 10 gaat over het aantal protonen. En eigenlijk is dit de afkorting van de elementnaam neon, maar die kon je ook eigenlijk al uit die 10 protonen halen. Dus wat we ook nog wel eens doen, is dat we dit noteren als neon 24. Want dat geeft in feite hetzelfde aan. Het is neon en hij heeft 24 massadeeltjes in de kern. Kijk bijvoorbeeld verderop, dan zie je dat er bij de zwaardere elementen nog veel meer isotopen zijn. Dus bijvoorbeeld bij, even kijken, ga maar eens naar lood toe, element 82. En bij lood hebben we dus 82 pb van plumbum. Dat is de Latijnse naam. Daar heb je van alles van 204 tot en met 214. 204 tot 214. Dus daar heb je een heleboel isotopen. En dat betekent dus dat je nog steeds 82 protonen hebt. Maar, nou ja, wat is het? Ruim 120 neutronen erbij. En daarmee blijft die kern stabiel. In de volgende video ga ik wat vervolgvergelijkingen met jullie bekijken. Dus pak zeker het BINAS erbij. En dan gaan we even wat van die vergelijkingen oefenen. Oké, tot zo.